What we do here is go back, 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 back. Even jongens, helemaal Pocahontas nou joh! Yo, 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 yo. We hebben de eerste live opnames van Holland's Next. Ik heb voor het eerst in mijn leven een eigen kleedkamer. Waar ik heel dankbaar voor ben, want het is super awesome. En een glam team van Iraj. Ja, hi. En Floor. Hi. En dus deze hele ruimte. Die soort van... helemaal voor mij is. Dat vind ik echt leuk. We gaan nu de make-up en haar. Is het Brazilian? Is het echt haar? Nee. Oh, dat is gek. Wat ga je precies doen? Ik ga dat Braziliaanse haar meevlechten met jouw haar. Omdat het zo lang is, gaan we die vlechten extra lang maken. Ja. Het wordt heftig, maar wordt erg leuk. Kijk, het coolste haar make-up ever. We gaan allemaal ringen in mijn vlechten doen. Toen dacht ik, oh, ik stop even een ring in mijn neus. Maar echt, nee! Kijk hoe groot mijn kleedkamer is. Dit is de final haar en make-up look. Kijk, de vlechten zijn te lang om helemaal te laten zien. Maar ze zijn echt heel lang. En er zitten ringetjes in. En het is een hele toffe make-up look. En dit vind ik altijd zo leuk, deze plukjes. Helemaal happy. Ik vind dat het gewoon leuk als we wat anders doen. Voor deze drie shows. Dus nu wachten. Even op snackjacht. En studiojacht. Oh, oh god. Is dit het? Dit is miljoenenjacht. Oh, dit is miljoenenjacht. Oh. Jeff. Barto. Oh, even het bewijs dat modellen eten. Oh. Voelt iedereen zich goed? Laat je staan. Helemaal top. Heb je een leuke jurk aan trouwens? Dankjewel. Ja. Hey. Je zit verborgen. Altijd een beetje. Ah. Nee, dit komt helemaal goed. Ik ga jullie laten eten. Holland's Next is vanavond live. Deze 5 meiden zitten nog in de race om te strijden voor een plek in de finale. Hoi, Petje. Hoi, schoonheid. Hoe is het nou, joh? Wat ben je knap. Kijk nou even hoe knap ze eruit zien. Ik ga het laten even zien. Kijk nou even, jongens. Helemaal Pocahontas nou, joh. Met staartjes. Waar is het jurkje van? Diesel. Van Diesel. Net op de runway geweest. Ja. Fresh up the runway. Dit was ook geen, dit had ik gisteren aan. Doe het gewoon nog een keer aan een meid. Oh, jullie moeten even Fred's nieuwe kledinglijn checken. Ja, check het even. Het is echt heel goed. Het is wel bijna uitverkocht, maar kijk het even. Het gaat heel goed en heel lekker. En allemaal alles is uitverkocht. Alles is weg. Iedereen is er trouwens. Alle familie. Super lief. We gaan bijna beginnen. Fred is meteen aan de selfies. Hey Emma! Hoe gaan jullie stemmen, jongens? Dit is wel een goed dansje, dit vind ik. Yes, 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 yes. Oh, hey! Hey! Hoe vond je het avontuur? Maakt niet uit. Ik was niet zenuwachtig, maar ja, er zit natuurlijk een hoop spanning in. Dus die komt er wel uit. Tuurlijk. Maar ik ben alleen maar heel erg opgelucht. Want ja, het zat voor mijn gevoel niet meer goed. Ik zat er heel erg dichtbij om dan toch te denken van ja, moet ik er niet uitstappen? Nee, maar kijk, dit heb je niet gedaan. En je hebt het vet goed gedaan. Eén met prachtig. Tot volgende week, lieve ladies. Tot volgende week. Doei. Dat was het weer, jongens. Ik ga mijn vlechten eruit halen. Eigen haar is weer terug.
voelt dan zo heel zielig. Mini worstje. Oké, ik zie jullie volgende week weer. Oeh, er zit allemaal haar omhoog. Doei. Vanavond is weer de tweede live show van Holland's Next. En we zitten weer in mijn kleedkamertje voor de haar en make-up. Wat gaan we doen aan het haar? We gaan een mooie, pretty slag maken. Het wordt niet zoals vorige week. Zo gekkig. Extreem. Nee. We hebben ook een heel toffe jumpsuit. Beetje Spaans-achtig. Dus een beetje een Spaanse vibe, denk ik. Yes. Spanish. Op stap met twee knappe mannen, op stap met twee knappe mannen. Koekoek! Koekoek! Een soort van de eerste stages van de look. Ook veel bijna. Top. Kijk nou. Ik denk dat ik allemaal schoenen moet echt doen. We hebben allebei rode schoenen. Ik vind gewoon dat je rode schoenen aan moet doen, dus. Outfit. Hoe cool is deze jumpsuit? Kijk eens even, andere setting. Ik heb echt niks gefilmd. Dit is een hele mega faal. Er zijn er nog maar drie. Deze vlog heeft niet veel materiaal. Het spijt me daarvoor. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat ik jullie volgende week zie bij de finale van Holland's Next Top Model 2016. Yo, finale dag! Meteen treffen we... Neske! Koekoek! Even naar mijn kruk. Hele mooie stoelen. Ze naar de stoelen. Wat heb je te zeggen over de stoelen? Kijk, nou, allereerst is het een pigel mee. Ze zitten niet lekker. Ik doe denk een kussentje om vanavond. En het is een beetje een zielig stoeltje. Stop. Oké, dit is even de before. Hoe het niet moet. Dat kan, maar het moet niet. En nu komt de after. We hebben een dilemma. Ik vind het haar super tof op beeld en soort van op foto en zo. Maar ik durf het niet voor de show. Ik vind het super tof. En ik wil het al heel lang doen, dus ik vind het heel leuk om het nu eindelijk te zien. Ja. Maar ik vind wel, als je in beeld bent, live en bewegend, dan moet je je wel helemaal jezelf voelen. Ik vind het zo echt heel cool. Maar ik vind het meer een soort van Vogue haar of zo. Ja, dat vind ik dan een heel positief. Ja, dat is ook heel positief. We hebben een iets meer Anna-versie gedaan. Floor en ik zitten heel erg te fantaseren samen over dat we een haarproductenlijn gaan beginnen. Samen. Ja! Helemaal geïnspireerd op alle looks die we hebben gedaan. Burning Man kapsel, dit soort kapsels, boyish, dreads, harde krullen, zachte krullen. Vooral zachte. Alle vooral soorten zachte. Krullen. Het zit erop, jongens. Dit was de finale van Holland's Next. Ik heb echt niks kunnen filmen. Omdat ik gewoon op het podium zat. En ik kon helaas alleen maar in de pauze stukjes filmen. Maar het zit erop. En het was echt heel bijzonder om hieraan mee te mogen doen. Voor mij echt een droom die uitkwam. Ik weet dat er mensen met gemengde reacties af en toe hebben gekeken. Maar besef wel dat hier gewoon een heel groot team achter zit. Die keihard hun best doen. En ik vind dat we er echt een hele, hele vette mooie show van hebben gemaakt. Dus ik ben super blij. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dit was het.
Ik zie jullie hopelijk volgend jaar. En dankjewel voor het kijken. Ik ga lekker een drankje doen in de afterparty. Doei!